Goedemiddag, van harte welkom bij de Ear Bites, live vanuit het café van het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. U kunt deze Ear Bites elke dag bijwonen. Leuk dat u er bent hier in het café. We zenden het elke dag uit live op Radio 4 tot en met zaterdagmiddag tussen 5 en 6. En 's avonds is de Ear Bites ook te zien op Cultura 24, het digitale televisiekanaal vanaf 10 uur. En sprekend over jong talent. Hier komt Martin Oei, geboren 1996. Je zou zeggen, nou, reken eens, hoe jong is hij dan? Dan zal hij wel dit jaar voor het eerst spelen. Maar hij speelt dit jaar voor de derde keer op het Grachtenfestival. Hij is een geweldig pianist, is een groot talent. En hij heeft, zo jong als hij is, al een enorme interesse aan de dag gelegd voor oude instrumenten. Hij speelt het liefst op fortepiano's, op Franse eraars en dergelijke. Wat een passie, wat een talent. Eerst spelen, dan praten. Dit is Martin Oei. Thank you.
En wat speelde je, Martin? Twee etudes van Schiabin. Opus 2 nummer 1 en opus 8 nummer 12. Alsof het niks is. Derde optreden in het Grachtenfestival. Deze zomer heeft hij, of moet nog gebeuren, vraag je, je tweede cd. Ik heb hem gisteren opgenomen. Ik ben de hele dag weg geweest. Van 7 uur 's ochtends en 11:30 's avonds thuis. In één keer, in één dag een cd opgenomen? Eén dag, alles opgenomen. Het is absoluut uniek, want een cd opnemen kost dagen. Er staat een Beethoven-fantasie op, die nog niet eerder is opgenomen en zelfs uitgevoerd. Ja, het is een stuk uit 1792. Beethoven heeft, er zijn wel schetsen bewaard gebleven, maar even toen laten liggen. Waarom weten we niet precies. Maar hij was een jonge knul toen nog, hè? Ja, het was waarschijnlijk te revolutionair voor zijn tijd. Hij deed dingen die daarvoor nog niemand had gedaan. En heeft dus toen niks mee gedaan toen. En nu heeft een muzikoloog, Kees Nieuwenhuizen, het stuk gereconstrueerd. Die heeft dingen ingevuld. Want eigenlijk was het, de laatste maat stond er al. Maar harmonieën moesten nog worden aangevuld. De linkerhand moest nog worden aangevuld. En dat was eigenlijk het voornaamste werk. Dus dat zat in je kop eigenlijk, gisteren. En nu even deze twee Scriabin-etudes eruit knallen. Geweldig hoor, hoe doe je het? En in het najaar ga je de wereldpremière van dat Beethoven-stuk uitvoeren. Ja, dat is op 21 oktober. Dat is in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is een aardige tent, geloof ik, om zoiets te doen. Martin Oei, morgenmiddag. Ik kan jou geen mooie oude eraar aanbieden. Ik ga jou een, of we gaan je een vleugel aanbieden. Op wielen, geloof ik, hè? Geloof het ook, ja. Ja, die staat volgens mij nu op het ponton. Die wordt weer achter op de trekhaak geknald. En dan morgen dan staat hij bij het Gustav Mahlerplein in Zuid. En dan ga je een compleet recital spelen met Schubert, Liszt en Chopin in de buitenlucht. Ja, klopt. Heb je dat wel eens eerder gedaan? Ik heb vorig jaar wel gespeeld op de Vliegende Vleugel. Maar die reed toen rond, was toen niet speciaal voor een bepaald publiek, stond niet stil. En het is inderdaad wel een van de eerste keren. Niet zo vaak. Leuk, hè? Geweldig. Nu al om naar uit te kijken. Morgenmiddag om 1 uur, Gustav Mahlerplein in Amsterdam-Zuid. En later op de middag opnieuw met dit talent dat al 3 jaar rond loopt, fietst of achter de trekhaak, zoals vorig jaar op de Vliegende Vleugel. En zijn tweede cd heeft opgenomen. Vol bewondering, Martin Oei. APPLAUS.